Tip 1. Blijf er altijd in geloven. Ik was pas 15 toen ik naar een profclub ging en zit nu bij Jong Oranje. Tip 2. Probeer uit te vinden waar jij het beste in bent. Ik scoorde toevallig vaak, dus ben gaan werken aan mijn schot en aan mijn koppen. Tip 3. Doe heel erg je best. Ook al zit het even tegen of heb je even geen zin, laat je kopje niet hangen en ga ervoor. Tip 4. Luister goed naar je trainers. Ze hebben het beste met je voor. Ik heb veel geleerd van mijn trainers en daarom ben ik nu profvoetballer. Tip 5. En heel belangrijk is dat je gezond eet en op tijd naar bed gaat. Als je dat doet, kan je een grote voetballer worden.